Een enorm windpark in zee, ver boven Schiermonnikoog. Het grootste windmolenpark van Nederland werd vanmiddag officieel geopend. 150 windmolens gaan energie opwekken voor bijna 800.000 huishoudens. Bouwkosten van dat project bijna 3 miljard euro. Dat is een hoop geld. Maar de Nederlandse uitstoot van CO2 gaat er flink door naar beneden. Het grootste windpark van Nederland ligt zo ver op zee dat de windmolens vanaf het vasteland niet te zien zijn. Die plek heeft voor- en nadelen, vertelt een van de bouwers. 85 kilometer bijna van de kust af. Dus het is in diep water, dat maakt het ook heel bijzonder. En daar waar we het gebouwd hebben, boven die Waddeneilanden, daar waait het altijd vreselijk hard. Dat is natuurlijk goed voor de windopbrengst, maar dat is voor de bouwer is dat een nadeel. Want terwijl je aan het bouwen bent, heb je te maken dus met heel veel wind en daardoor veel golven. De officiële opening was vandaag in een tentje in de Eemshaven. Gemini Wind Park is now open. Het project kostte dus bijna 3 miljard euro. Maar inmiddels zou dat veel goedkoper kunnen. Nou, ik denk wel een miljard minder of zoiets. Want de bouw van dit soort windmolenparken op zee is de afgelopen paar jaar razendsnel goedkoper geworden. Heeft te maken met het feit dat we veel grotere turbines hebben. We zien ook dat bijvoorbeeld de kosten om zo'n park te financieren zijn veel lager geworden. En wat je ziet, er zijn veel meer toeleveranciers. En daardoor is deze industrie gewoon veel competitiever geworden. Het enorme windmolenpark op zee is belangrijk voor Nederland bij het halen van de klimaatdoelen. Want het levert groene stroom op voor bijna 800.000 huishoudens. Maar er hangt ook een serieus prijskaartje aan voor de belastingbetaler. Want de overheidssubsidie kan oplopen tot 4,5 miljard euro. 4,5 miljard euro is over een periode van 15 jaar natuurlijk een fors bedrag. Als je het afzet tegen het opzetten van een compleet nieuwe industrie met innovatie en werkgelegenheid over een periode van 15 jaar, dan denk ik dat het een goede investering is geweest. En de verwachting is dat er binnenkort ook in Nederland windmolenparken gebouwd kunnen worden zonder subsidie. In Duitsland lukt dat al. Windenergie wordt volwassen. Windenergie is nu echt een van de grote energievormen ter wereld. En als het zonder subsidie kan draaien, dan wordt het ook een van de goedkoopste energievormen. Dankzij het nieuwe windpark neemt de uitstoot van CO2 flink af. Vergelijkbaar met wat een paar honderdduizend auto's in een jaar uitstoten.